Is die niet beautiful? Hey, even kijken naar zijn kinderen. Ik was er weer. Hallo lieve vrienden, een hele hele goede middag gewenst. En het is vandaag vrijdag de 12e. Maart en we leven om 12:35. Maar mijn hemel, kijk eens achter me. Die daar, in die rode pot. Hij is zo prachtig, zo beautiful. Oh, hij is uit. Dat jullie het zo kunnen zien. Is die niet beautiful? Echt prachtig. Nou ja, en er zitten er meerdere, want die moet nog uit, dat moet nog uit wat er bovenop zit. Dan hebben we die nog. Oh, hij is echt zo mooi. Zo mooi. Echt. Nou ja, en ik krijg vanmiddag ook nog visite, als het die komt. Nou, die breng, zeg ik boven aan het werk, want het is, daar moet het nodig ook gedaan worden. Ik heb het gisteren hier beneden gedaan. Dus ik vind het wel netjes zo. Even de stofzuiger er nog doorheen weer. Maar boven is het nog erger hoor. Ook omdat Kandalf naast mij slaapt, die ligt naast mijn hoofdkussen. Het is daar een en al haar. Nou, dat moet ze even ook dat moet gewoon schoongemaakt worden en moet in het hart moet schone spullen erop. Nou, daar is ze best een tijdje mee bezig. En dus, nou, de dames zullen naar buiten, dus dat gaan we ook eventjes doen. En uiteraard, ja, jullie zijn tegenwoordig altijd mee, want het is op mijn mobiel. Maar of ik vlog, weet ik niet, want ik vind het maar eng zonder die statief. Omdat er geen normaal hoesje er nog omheen zit, ik vind het doodeng. Ja, ik ben bang dat die uit mijn handen glijdt, weet je? Nou, dat op straat of wat dan ook, nee, ik vind het zo eng. Hij zit in de tas en ik heb een loopapp erop en... Ja, zodra ik weer een hoesje heb, dan vind ik het niet eng meer. Maar er moet eventjes wel een hoesje eromheen zitten, toch? Ja. Maar het komt goed hoor, jazeker. We gaan gewoon verder op de struin naar een hoesje ervoor. En nou ja, kijk, de 17e, dat is de andere week. En dan stemmen we allemaal natuurlijk op een andere partij dan dat van Rutte. Want ja, Rutte die moet ophouden met het achterlijke gedoe. Want die winkels moeten weer open, het gaat allemaal kapot. Ja, en ik ben niet blij alleen nog maar met internet en enkel maar online bestellen. Nee, ik wil het kunnen zien, ik wil het kunnen voelen, weet je? En niet alleen maar van een fotootje. Nee, dat werkt bij mij niet. Nee, ik wil ook gewoon fatsoenlijk in mijn eigen stadje, dorp kunnen shoppen. Gezellig. Terrasje kunnen pakken. Dat kan je toch ook niet via internet? Laat het een dom... Ja, hij moet normaal doen. .nl. Er is er nog eentje gek. Hé, Rekker? Ja, ik ga lekker even met ze lopen. En hier moet een nieuw batterijtje in. Dan moet ik ook nog zitten te vogelen. Batterijtjes heb ik, maar het is een gepiel, want het moet hier al uit. Ja, het wil amper allemaal dus. Maar het komt goed, ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. Het zonnetje schijnt niet en de lucht is grauw, grijs en triest, maar het regent ook niet. En ik vergeet jullie niet. Nee, nou, wat wil je nog meer dat ik jullie niet vergeet? Nou, jullie vergeten mij hopelijk ook niet. Like het. Zit er even iets leuks eronder? Je krijgt altijd weer wat terug te horen van mij. Ja hoor, daar gaan we gewoon voor zitten en dan komt het allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks.
Nou, en zoals jullie zien, lieve vrienden, is Chrissy natuurlijk ook gearriveerd. En ze heeft gelijk madame Elwing maar bij haar op schoot. Ja. Hé, hey, lieve kijkbuiskinderen. Ik was er weer. Dus ja, we gaan even zitten. Ik zit gezellig aan de koffie. Ik heb mijn koffie al op, want die van mij stond al even. Maar ja, daar staat een bakkie. En die heeft hem ook alleen. Nou, ik weet niet, maar ik ga er wel op beginnen. Maar ja, die mag niet op de vlog van, die, van dat bakkie, want die moet de werk doen. Mag van de baas niet. Ze wil zelf wel, maar de baas wil niet. Proost. Proost, lieve schat. Nou, Elwing. Ja, ook nog maar even. Nou, Rijka wordt nog even aangehaald. Moet helemaal kunnen. Dus ik zou zeggen, tot straks mijn lieve vrienden. Nou lieve vrienden, dit is echt abnormaal. Hij is zo geweldig mooi. Ik ga er eens even een rondje eromheen maken. Oké, we zitten met lichtval, maar dat doet er even niet toe. Zo giga mooi. Even deze kant op. Dan is die beter te zien, denk ik. Hij is echt beautiful. Maar ook heel hoog, hè. Zoals jullie dat wel zien. Ik sta er nou recht tegenover. Met mijn rondje draaien. Hij is echt giga. Ik ben er heel erg trots mee. Hij is zo, zo bijzonder mooi. Maar ja, ik heb mijn jas aan. Daar ligt er een, die wil naar buiten. Daar zit er een, die wil naar buiten. Mijn rollator staat klaar. En de tuigjesboel ligt daar al in. Dus dat moet ik eventjes om. Oh ja, meisje. Oh ja, moet jij Blaffy doen? Nou, doe dan. Oh ja, is dat zo? Oh, en ben jij blij? Is Elwing blij? Ja? Ja, meisje, ook ooit sticky. Hé, en daar is er ook eentje blij, hè? Ja. Dus ja, lieve vrienden, we gaan lekker eventjes lopen. En ik zou zeggen, tot straks. En ik had geen pleitjes meer, dus pleitjes gelijk gekocht bij de zomer en ook gelijk even wat lekker bij de koffie, want dat had ik niet meer, dat was op. Dus ik heb dat even gehaald voor Mary en mij en later is Mary ook weer weggegaan. Nou, toen heb ik nog even een spelletje doen, dat heb ik even gedaan, maar toen zag ik dat ik mijn telefoon aan de lader moest. Toen waren de telefoontjes en appjes terwijl die aan de lader lag. Nou, jullie kennen dat wel, hè? Dat is bizar. Maar toen was het ook het punt weer dat ik die dames weer uit moest laten. Dus ja, dat weer gedaan. Nou, dan, toen kreeg ik, terwijl ik liep, een appje binnen van Karin. Ook had ze in die tussentijd naar huis gebeld, maar ik was aan het lopen. Dus druk, druk de hele dag. Druk, 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 druk en nog eens druk. Oh jee, oh jee, oh jee. Oeh, maar ja, wie heeft het wel vaker? Ik denk dat we het allemaal wel eens hebben, toch? Maar in ieder geval, om alles nou eventjes op een rijtje te zetten en mij rust gunnen, zeg ik op mijn beurt, ik heb nog niet iets gegeten en het is al 8:20, dus kun je nagaan, dat ja, ik ben het even zat. Ik zou soorten met pannenkoeken eten, die, nou ja, dat je in elkaar, dat je moet roeren, maar ik heb geen zin meer. Ik ben net zo moe. Ja, ik ga lekker gewoon brood eten. Ik vind het niks bijzonders. En we zien er wel weer vanmorgen wat we dan eten, hoor. Ja, toch? Maar ik ga nu afsluiten en ik zou zeggen, een hele liefdevolle avond gewenst namens Corina en de Beestenboel.
En wel rustig voor later op de avond. Morgen weer gezond op. En een hele fijne zaterdag. Dan ben ik zo vast. We krijgen nog meer slecht weer. Ook dat is beloofd. Ja. Hoe het gaat worden. We zien dat wel weer morgen. Wanneer we de ogen weer open doen. Ja toch? Zo zeggen. Een hele fijne nacht. Rust nogmaals. En tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei.